Alsjeblieft, Lucas. Dankjewel, Hans. En succes met Hans the King. Dat gaat lukken. Dat was de ene Hans. Dadelijk gaan we met, zoals hij het noemt, Hans the King praten over nummers, over cijfers, over getallen, over 20, over 21 en over 22. Ik weet niet welke aflevering dat is, maar dit is Koffie met de Koning. Hans, proost op wedstrijd nummer 20, doelpunt nummer 21 en punt nummer 22. We gaan ze even af. Wedstrijd nummer 20, de afgelopen pot. Ja. Ja. Nou, onnodig verlies vinden wij zelf. Want ik vind dat wij een van de betere wedstrijden speelden van in de balans. Eigenlijk Fortuna een beetje in het zadel geholpen met twee momentjes. Ja. Waar we niet zelf niet goed uitzien. Ja, en dan op dat veld. Om dat voetbal te moeten spelen, om er doorheen te voetballen, is lastig. Dus het had beter geweest als die bal van Roy Gelmi die vierde lat eruit zit. Dan is het 1-0 voor ons en dan moeten hun achter ons aan. Maar dat was verloop. Maar het is zonde. Kun je na zo'n januari maand ontevreden zijn? Nee, dat zijn we ook niet. Alleen we hadden wel heel graag die drie punten bijgeschreven. Ja. Lijkt me logisch. Dan sluit je januari dus af met een totaal van 22 punten. Nou begint februari niet meer zo druk. Als heb je nu nog even na die wedstrijd tegen Sparta de bekerwedstrijd. Laten we even naar die wedstrijd van Sparta kijken. Sparta, wisselvallig. Het gaat op en neer. Ja, maar wel een stabiele ploeg. Die ook wel best veel in veranderende opstellingen speelt. Een ploeg die best wel volwassen is. Zullen hier ook weer komen voor gewoon een resultaat. Die zullen daar ook wel wat initiatief aan weggeven waarschijnlijk. En dat wij dat ze daar op de counter willen doen. En we hebben ook momenten gezien dat ze bij ADO Den Haag gewoon hoog verdedigen. Dus het is wel een ploeg. En een paar doelpunten maken. Ja, maar maar het gaat er gewoon om. Hoe zijn wij er weer? Zijn we weer helemaal fris? Ja. Maar we hebben eindelijk een week gehad waar we een beetje normaal kunnen zijn. Ja. Nou, je geeft hetzelfde al. Na Sparta zitten we NSC en dan weer Utrecht. Volgens mij zit er dan een normale week aan. Ja, wat is normaal tegenwoordig? Ja, normaal is dat je iets meer rust hebt. Een rustperiode waar je normaal kan trainen. Ja. Maar uiteindelijk Sparta voor de deur en aan de gang. Hans, dus nieuwe spelers. Daarbovenop zijn weer nieuwe spelers gekomen. Hè? Links en rechts. De Grieken vliegen je om de oren. De moeilijke namen vliegen je om de oren. Hoe is dat? Hoe pas je die in? Nou ja, in principe zijn we hartstikke blij dat de deadline er is. Hè? Want we zaten natuurlijk allemaal met spanning van wat gaat er gebeuren met onze spits. Uiteindelijk zijn er wat jongens binnengekomen. Nu de broer van Christos. Ja. Ja, en uiteindelijk jongens inpassen. Is zoals hun zich manifesteren in trainingen. Kunnen laten zien, we hebben ze natuurlijk gezien. En, dat geeft ons een goed gevoel wat ze kunnen. Dus dat is prettig. Helder. Lucas, je had het er al even over met de trainer, over de transfers. Maar we hebben Hans wel. Eerst er nog, Lucas. Eerst er nog, Jaco. Dat scheelt toch wel een hoop, hè? Man, niet één slok op een borrel. Dat zijn gewoon 8 borrelflessen die dat scheelt. Weet je wat we doen, Lucas? Een beetje oude vertrouwde omgeving. Voor mij vroeger veel als je de bar gewerkt. Een lekker flesje op open trekken. Nou ja, goed. Normaal trek je zo'n fles open als je iets te vieren hebt. Ik vind dat je mag vieren dat Jaco Makers hier nog heeft. En ik vind dat je ook mag vieren dat je een uitstekende maand januari hebt gedraaid. Het was geen dry January, hè? De punten vlogen naar binnen. Ja, voor mij was het wel dry January, maar hier absoluut niet. Ja, jammer dat je dan die laatste wedstrijd tegen Fortuna verliest, hè? Maar stomme fouten. Stomme fouten. Zoals zo vaak op dit niveau worden wedstrijden beslist door persoonlijke fouten. Je maakt 2,5 persoonlijke fout en dit zijn 3 tegendoelpunten. Ja. Vervelend, pijnlijk. Maar ja, fans, laten we vooral de bright side kijken. Want als we dit op 25 december op hadden genomen, zo'n 6 weken geleden, toen zaten we zo, hè? Ja. Ja, en fans, we hebben het over binnenkomende transfer gehad. Gaan we het dadelijk over hebben. Er was ook 1 vertrekkende transfer. Ja. Hè? Op zijn 20ste gaat Evertje Lindhorst naar Dubai, naar de Emiraten. Is het ooit te vroeg om te cashen? Nee, vind ik niet. Vind ik niet. Laten we heel simpel zijn. Hij zegt het ook eerlijk, hè. Hij komt niet met van die omvloerste redenen als nee, maar jongens, vergis je niet in het niveau. Nee, weet je wat hij zich niet in vergist? In het niveau van de bankrekening. Uitstekend gedaan, Evel. Ja, ik vind het wel jammer voor zijn carrière eigenlijk. Ik vind het ook jammer. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij dan vanaf hier naar een Heracles, een Groningen, misschien wel naar een AZ zou gaan. Maar hij kiest toch voor die stap naar de Emiraten. Ja, het enige voordeel wat hij wel heeft,
In principe hoeft hij nooit van zijn leven mee te werken als hij daar klaar is. Nou, bedoel ik. Moet hij wel lang blijven daar? Want je krijgt tegenwoordig niet zo mee geld in de Emiraten. Nee. Je moet wel een tijdje volhouden. En er mogen maar drie buitenlandse spelers. Ja, boven de 21. Daarom moest hij nu gaan. Hij is nu nog 20. Wie niet 21 is, maar 21 heeft, is Adonis. We hebben gewoon de broer gehaald, hè? Ja, ik heb er nog niks van gezien, Lucas. Nee, ik niet op de training. Ik hoop dat de trainer en Sander wel hebben gezien en dat we daar ook weer een goeie in hebben. Het is een aanvaller, er mocht ook wel wat bij natuurlijk. En we hebben natuurlijk een, hoe heet die nieuwe, van Wolverhampton Wanderers die we hebben gehuurd. Ja, ik ben de naam kwijt. Matabi of zo? We zijn goed ingelezen. We zijn goed voorbereid. Ja, zijn we uit, misschien dat Stan ook gewoon op de Instagram-pagina's gaat kijken van die nieuwe speler. Niet alleen hij is een goede aanwinst van Venlo, hoor. Zoek maar even de foto's erbij. Zoek maar even de foto's erbij. Nou, dan even iets verder vooruitkijkend, Frans. We hebben nu 22 punten. We moeten tegen Sparta. Wat denk jij? Ja, ik vind Sparta vind ik niet slecht, hoor. Sparta, een goede ploeg. Goede trainer ook, Henkie Fraser. Ja, maar in positieve zin. Ja, lekker fanatiek. Een beetje zoals Diego Simeone. Ik hou daar wel van. Ik vind dat wel wat hebben. En het is gewoon een goede, stabiele ploeg. Ze hebben daar die Limburger ook rondlopen, Brian Smeets. Bij NVV deed hij het altijd wel aardig. Ze hebben natuurlijk Tommy. Goede keeper. Ik vind het een uitstekende ploeg en daar heb je niet zomaar van gewonnen. Nee. Maar ja, goed, zo zeiden we vorige week ook. VVV kan iedereen winnen, maar een slechte dag kunnen we ook zelfs verliezen. Ja. Nou goed, vol vertrouwen dus. En niet alleen voor de doelpunten van Jakkemakers. En niet alleen omdat we Adonis hebben. En niet omdat we Lintos niet meer hebben. We gaan gewoon lekker naar die wedstrijd tegen Sparta. En best wel freewheeling fans. VV Sparta voor aanstaande zondag. Wie zal het zeggen? Nou ja, ik denk Lucas, of we verliezen hem of gelijk. Of we winnen. Hey, jij kan zo die plek van hand weer nemen.